Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Revo Zonnebrillen van Linnenwever en het Nederlands Visbureau. Dag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe uitzending van het Volvo Ocean Regional hier vanuit Scheveningen. En u ziet het is gezellig, het is stralend weer en alleen maar lieve kinderen hier natuurlijk. Straks in deze uitzending praten we met André Kuipers, de astronaut. En hij vertelt over de vervuiling van de aarde en met name de zeeën. Een beetje een somber verhaal. Aan de andere kant zijn er ook lachende gezichten en dan met name bij één iemand hier op het dorp. Het is Gert-Jan Poortman. Hij deed 3 keer mee aan de Volvo Ocean Race. Deze editie deed hij niet mee, maar hij heeft een prachtige baan. Hij is namelijk ambassadeur van dit grote festijn hier op Scheveningen. Ik heb besloten om die race niet te doen. En toen was ik wel een beetje bang voor cold turkey. En nu ben ik er toch een beetje bij. En dat is wel heel fijn. Ik wil u hartelijk welkom heten in de Beach Lounge. Mijn naam is Gert-Jan Poortman. Voor de mensen beneden, ik sta op de tweede verdieping. Ja, wel even wat anders dan op een boot stappen en wat touwen trekken. Nee, het is een enorme eer. We hebben enorm veel mensen, alleen al 700 vrijwilligers, die dit evenement mogelijk maken. En die heel, heel erg hard werken. En ik mag daar woordvoerder van zijn. Ik mag hun helpen. En ik mag vertellen hoe fantastisch zij het doen. Want het is echt wel topsport wat hier op het strand wordt geleverd. We hebben het wereldkampioenschap zeezeilen hier over 2 weken. En ik denk dat dit nog maar het begin is. Er gaat ook over 2 weken hebben we het wereldkampioenschap zeezeilen hier op de kust. Waar ook weer 150 boten vanuit de hele wereld zullen strijden om de wereldtitel. En het blijft maar doorgaan, dus dit is fantastisch. Een wedstrijd, het gaat om winnen, maar het is ook een avontuur wat is afgesloten. Een race rond de wereld, 130 dagen zeilen over 88.000 kilometer. Dat zijn zeilers die hebben wat te vertellen en dat wordt hier uitgebeeld. Je hebt halfmodellen, je hebt allerlei activiteiten op het gebied van watersport. En ik denk dat het enorm inspirerend is voor mensen die buiten de watersport, van buiten de watersport komen, om hier rond te lopen. Ja joh, ik heb al het hele jaar dit op mijn rug. De Ultimate Destination. We lopen tegen iedereen te zeggen. En alle zeilers en iedereen die met de race te maken heeft. Dit wordt de grootste en de beste Volvo Ocean Race finish aller tijden. En dan is het toch wel een week van tevoren best wel spannend. Maar ik kan nu rechtop zeggen en lachen en zeggen dit is de Ultimate Destination. Dit is de beste finish aller tijden. Ja mooi, Gert-Jan Poortman. Een trotse ambassadeur van dit prachtige evenement natuurlijk op Scheveningen. De boten die liggen al een paar dagen aangemeerd. De finish was zondag. Maar gisteren gingen 2 boten nog even de zee op. Namelijk de AkzoNobel en de Brunel. 2 Nederlandse boten. En ze moesten toch in een onderlinge strijd uitmaken wie nou eigenlijk de allerbeste was. En dat leverde weer prachtige beelden op natuurlijk. What do you think? It's a 1-on-1, 2 Dutch boats. So we have 1 mission, is beat them. It's great to have guests on board that can experience and enjoy Team Brunel sailing. And with a 1-on-1 with 2 Dutch boats, it is a fantastic experience of course. And we want to win.
Ja, mooie beelden. En die onderlinge strijd, die werd trouwens gewonnen door de Brunel. Het was spannend. Waar het ook trouwens iedere dag spannend is, dat is bij het EK Optimisten. Dat wordt hier ook gehouden, eigenlijk tijdens het evenement van de Volvo Ocean Race. Zeilen in een badkuip, maar dan op het allerhoogste niveau. En onze eigen Piemarkering, die ging mee. Naast de Volvo Ocean Race en alle activiteiten daaromheen vindt er nog een ander heel groot evenement plaats hier op Scheveningen. Namelijk het EK Optimisten met 265 deelnemende bootjes uit 44 landen. Wat vind je zo leuk aan deze sport? Nou, ik voel me gewoon helemaal thuis op het water en ja, ik weet niet. Ja, het voelt gewoon een beetje als thuis zijn op het water. En als ik lekker ga, dan voel ik me gewoon ja, helemaal fijn en zo. Je gaat eerst naar boven, dus opkruisen. Daarna ga je half wind, daarna voor de wind en daarna ga je weer aan de wind en dan finish je. Klinkt heel makkelijk. Het is het ook best wel. Vlak voor de start, hoe gaat ie? Ja, wel goed. Gisteren ging wel goed, dus ik heb vandaag wel vertrouwen in. We gaan nu de zee op. De wedstrijden gaan straks beginnen. Dit is de aanloop eigenlijk naar de wedstrijd toe. De zeilers hebben al hun bootjes klaargemaakt. En als we hier straks om de hoek gaan, dan gaan we richting de wedstrijdbaan. De zeiltjes worden nu goed getrimd. De bootjes worden in conditie gebracht. En als ze straks bij de wedstrijdbaan zijn, dat ze gewoon optimaal kunnen presteren. Ja, de bedoeling is de eerste groep, dit zijn, is de Gold Fleet. Daar varen de beste 75 jongens nu tegen elkaar om te kijken wie echt Europees kampioen mag worden. Die hebben net een eerste rak gehad, dat zag je net op de beelden, dat ze tegen de wind in moesten. En ze gaan nu die kant op om naar de volgende boeien te varen. Nou, ik vind het wel vet, want ik vaar niet heel veel zomaar met zoveel verschillende landen. Maar hier heb je ook echt de beste van elk land, dus dat is wel superleuk. Gaan we deze kinderen misschien later nog wel zien in de Volvo Ocean Race? Absoluut. Een hele grote kans. Als je kijkt wie er nu op de Volvo Ocean Race boot hebben meegevaren en ook die in de Olympische klasses varen, dat zijn alle zeilers die zijn eigenlijk in deze bootjes begonnen. Dus hier zit echt de toekomst voor het internationale zeilen. Ja, en het EK Optimisten dat duurt nog tot en met morgen, dus dan ook pas is de winnaar bekend. Het is tijd voor een wat serieuzer onderwerp, namelijk vervuiling. Zowel de aarde als de zee, die hebben daar natuurlijk mee te kampen. Hier bij de Volvo Ocean Race werd er vandaag een heus congres gehouden over die vervuiling en wat we daaraan moeten doen. En een van de belangrijkste gastsprekers was astronaut André Kuipers. Let's give a big welcome to. Je ziet vanuit de ruimte dat je bent er anderhalf uur omheen. Het lijkt groot die aarde, maar ja, anderhalf uur. Het is maar weinig vruchtbare grond. Dus wat dat betreft is het een kleine planeet. En je ziet menselijke activiteit heel goed. Landbouwgrondjes, je kan grenzen zien, vliegtuigstrepen. Maar ook hele kwalijke dingen in de vorm van bosbranden. Dus ontbossing kan je goed zien. Erosie, enorm veel visserschepen op de planeet. En al die lichtjes. Elke dag groeit onze planeet met 200.000 mensen. Die willen allemaal zoet water, willen allemaal eten, hebben allemaal energie. Dus dat is best zorgelijk. Enorme vervuiling in Indonesië bijvoorbeeld, in Jakarta of op Bali. Het komt allemaal in die oceanen terecht. En straks zelfs in ons eigen lichaam via die microplastics die in de beesten terechtkomen, die eten wij weer op. Dus het is een serieus probleem. De marine litter. De oplossing, weet je die misschien ook? Of oplossingen?
Nou, wat heel belangrijk is, is natuurlijk, we zeggen wel, het lek stoppen. Je moet zorgen dat er gewoon niet zoveel plastic in omloop komt en in de oceanen verdwijnt. Dat betekent een mentaliteitsverandering, maar het betekent ook dat heel veel dingen die nu verpakt zijn in plastics onnodig, dat je dat niet meer gaat doen. Dat je de single-use plastics tegen gaat houden. Dus het is zowel de kant van de bewustwording, dat mensen gewoon gaan nadenken of je nou echt alles in plastic moet gaan doen. En de kant van de productie, dat er gewoon niet meer zo voorhanden is. Nu zijn we hier in de setting van de Volvo Ocean Race. Ja, dat is juist genieten van de oceanen. Ja, kunnen we dat wel blijven doen in de toekomst? Ja, kijk, je kan natuurlijk prima van de oceaan genieten, maar je ziet al, als je op het strand bepaalde plekken gaat, wat een troep er allemaal ligt. Dus het genieten wordt af en toe wat getemperd. We moeten natuurlijk ook zorgen dat het niet alleen het oppervlak, dat je erop kan zeilen, maar je hebt ook nog een onderwaterwereld. Ontzettend belangrijk voor de planeet. Dat is voedselvoorziening. En als alles leeggevist is en dieren die krijgen problemen met die plastics, dan snijden we onze eigen vingers. Want het is prima om de omgeving te gebruiken, maar zorg dat de aarde hersteldheid krijgt. Met de bossen, maar ook met de oceanen. En dus het is het eigen belang dat we die oceanen schoonhouden. Thank you very much. Ja, de zorgen van André Kuipers zijn natuurlijk terecht, maar gelukkig worden er ook initiatieven genomen om wat te doen aan die vervuiling. Bijvoorbeeld door de Sea Rangers. De organisatie van de Volvo Ocean Race probeert op allerlei manieren bij te dragen aan een schone en veilige zee. Maar ze zijn niet de enige. Goedemorgen. In Scheveningen wordt een groep van 12 jongeren uit het hele land opgeleid tot 's werelds eerste maritieme rangersdienst. Oftewel de Sea Ranger Service. Dat houdt in dat wij een nieuwe groep zijn die toezicht gaan houden op zee. Om te zorgen dat mensen zich aan de regels gaan houden en het milieu zich daadwerkelijk gaat vorderen. Dus wij zijn gekofferd. Dus we gaan ervoor zorgen dat de zee een beetje schoon blijft. Ja. Okay. Normaal roepen mannen overboord. Overboord. En een bijzen. Hetzelfde voor de kinders. Fok weghalen van mannen overboord. Met een intensieve training van 3 maanden wordt de groep klaargestoomd voor hun toekomstige baan als Sea Ranger. Leren zeilen hoort er ook bij, want de meesten zijn totaal onervaren. Buiten mijn zeilkamp van de tweede klas ben ik niet heel veel verder gekomen met zeilen. Ik zat in de horeca. Als banketingmedewerker. Hiervoor ben ik docent Nederlands geweest op een middelbare school. Ja, dat is heel iets anders. Maar ik miste vooral het lekker bezig zijn en dit was voor mij een hele mooie kans. Klaar om te wenden? Waarom? Omdat ik het fantastisch vind om voor de Sea Ranger Service uit te mogen komen. Ik vind het zo mooi en ja, dat we dat allemaal vanuit het zeilschip doen, ja, dat komt gewoon bij dat ik dus nu nog als een baas moet gaan leren zeilen. Er zijn inmiddels heel veel beschermde zeegebieden over de hele wereld. Maar er is bijna niemand die daar echt aanwezig is om toezicht te houden. En wij zeggen van nou, we gaan jongeren opleiden. Tot een soort van, nou ja, wat boswachters op het land doen, gaan wij op zee doen. De Sea Ranger Service is een sociale onderneming. Dat betekent dat een deel van de jongeren werkloos is. En hier leren ze behalve zeilen ook navigeren en duiken. Het is goed wat je doet. Je leert heel veel. Je bent elke dag bezig, lekker buiten. Ja, je kan toch wel zeggen dat je toch wel een droombaantje te pakken hebt. Zo, toch? Er zijn al veel organisaties, zoals Greenpeace, die zich inzetten voor de milieubescherming op zee. Maar de Sea Ranger Service gaat anders werken. We gaan niet met vlaggen aan palen hangen, we gaan geen booreilanden bestormen. We zijn zeker geen activisten. Je bent meer aan het samenwerken. Het is niet actievoeren, het is samenwerken met de regering en met bedrijven. En zo zorgen voor een betere zee. We kunnen controle houden op zeewierboerderijen, duiken naar scheepswrakken. Eigenlijk de ogen- en orenfunctie op zee, dus wordt er veel plastic geloosd of olie en wie doet dat dan? Het doel is dat ze in augustus hun eerste taak als Sea Rangers uitvoeren. Het kan nog veel sneller, dus we moeten nog heel veel trainen. En dan zijn ze zeker betere zeilers dan nu. Ja, ja sowieso, ja. Het WK zeezeilen, het EK optimisten en natuurlijk de finish van de Volvo Ocean Race. Er gebeurt van alles op het gebied van zeilen hier op Scheveningen. Onze stelling van vandaag, Scheveningen is het nieuwe zeilmekka. Het nieuwe? Zeilmekka. Zangmekka? Zeilmekka. Zeilmekka, nou daar ben ik, ja. Vind ik ook, ja.
Ja, ik weet niet. Wat, Mekka is toch wel een hele andere stad, hè? En zeilen in Mekka, dat lijkt me toch wel een probleem. Het lijkt er wel op. Geen idee, ik weet niks van zeilen. Nee. Nee, ik denk het niet, nee. Ze zijn goed bezig, maar dan moeten ze nog wel meer doen dan dat. Ja, misschien wel, ja. Het zou, ja, ik denk het wel, zeker wel, ja. Wordt goed gepromoot en mijn kleindochter die doet aan skydive en dat vindt ze heel leuk en dat doet ze ook hier vlakbij. Dus prima. Dus we hebben een streepje voor op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Alicante. Kan ik niet overoordelen. Dat heb ik nooit meegemaakt. Maar dit vind ik echt wel een hele een goede locatie. Maar Nederland heeft altijd heel veel goede zeilers gehad. Dus waarom zou het in Nederland niet kunnen? Waarom moet het altijd in Sydney of Alicante zijn? Kan hier ook natuurlijk. En dat blijkt. Ik weet het niet. Ik ben er niet zo in thuis. Klinkt goed. Maar of het een nieuwe Mac is, dat vind ik een groot woord. Als je voor jezelf gewoon kijkt hier op het gebeuren, wat allemaal voor de jong en oud wordt gedaan, ja, dat is gewoon grandioos. Stad van vrede en recht, maar nu ook stad van vrede en water. Wat zou er nog meer moeten gebeuren volgens u? Ja, volgens mij is het zo prima aan orde, niet veel meer. Moet ook weer niet uit de hand lopen, dit is mooi. Conclusie, Scheveningen is het nieuwe zeilmekka. Scheveningen is het nieuwe zeilmekka. Het is tijd voor ons eigen zeiltalent, Daphne van der Vaart, met Daphne's World. Hi Annemie, ik ben aan het filmen. Oh nee. Hoe is het nou? De kerst. Nu is de Volvo Ocean Race voorbij en dan zie ik je nog op een boot. Ja, leuk. Ben je daar nu niet helemaal klaar mee? Nee, ik hou van boten en ik hou van zeilen. Zou je nu nog steeds ook op de boot willen slapen? Ja, als het moet. Kan je je bed even laten zien? Oh, zeker. Ik moet hem wel even opengooien. Normaal merk ik het niet zo. Nou, dit is mijn punt. Deze en of die andere kant, afhankelijk waar we heen waren. En deelde je die met die andere vrouwelijke collega aan boord of gewoon met de mannen? De laatste paar etappes met Ben, met Nipper. Dus je hebt eigenlijk gewoon het bed gedeeld met een man? Ja, zo kun je het misschien wel een soort van beschrijven, maar niet zoals je het ook uit kan leggen. Nu na 8 maanden varen, eigenlijk in een mannenteam. Ben je dan nu ook echt one of the guys geworden? Ja. Voel je je nog een beetje vrouwelijk? Of helemaal niet? Enorm vrouwelijk, ja. Heb je ook achter op de boot gewoon gepompt? Nee, ik heb ook gewoon lekker buiten gepompt en geplast. En ook binnen. Nou, ik bedoel op het toilet dan niet. Ja, in principe ben ik echt gewoon, dat is wel leuk. Echt een van het team. En natuurlijk weet je, ben je een vrouw. Je blijft ook een vrouw. Je wordt niet opeens een vent of zo. Maar het is gewoon, je bent wel, ja, je bent gewoon, ik ben gewoon een bestie. En wordt er ook nog een beetje geflirt aan boord? Of, nee. Heb je nog goede gossip stories? Nee. Je zit toch 8 maanden lang met dezelfde mensen? Ja, nee. Het valt wel heel erg mee. Wat gebeurt in het team, dat blijft in het team. Maar... Nog één laatste vraag. Je hebt natuurlijk eigenlijk echt hondenvoer moeten eten het hele jaar. Wat was het eerste wat je at toen je weer hier in Den Haag aankwam? Ik had een pannenkoek met spek en appel. Daar heb je 8 maanden naar uitgekeken. Nou, ik heb weer mijn antwoorden. En dat was het weer voor vandaag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe aflevering van het Volvo Ocean Race Journaal. Dan hebben we een uitgebreid gesprek met Simeon Tienpont, de schipper van Akzo Nobel. Tot slot van deze uitzending weer lekkere beelden natuurlijk uit die Volvo Ocean Race. De etappe van Itajaí naar Auckland. Lekkere beelden, maar een etappe met een zwart randje, want het was de etappe waarin John Fisher om het leven kwam. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Revo Zonnebrillen van Linnenwever en het Nederlands Visbureau.